Nooit meer sporten natuurlijk. Wat is dat nou voor een dilemma? Nee, dan liever nooit meer sporten en wat meer letten op wat ik eet. Ik vind sporten sowieso eigenlijk helemaal niet leuk. Het is een beetje een noodzakelijk kwaad. Helemaal als je wat ouder wordt, dan moet je af en toe wat aan je lijf doen om het allemaal een beetje in het gareel te houden. En vooral ook om je fit te voelen. Ik voel me moe als ik nooit iets fysieks doe. Maar leuk vind ik het niet. Ja, ik heb het allebei een beetje. Doe dan maar een beetje slappe bovenarmen. Ja, of een beetje goede kont wel lekker. Ja, dat heb ik inderdaad allebei gedaan voor Kees. Voor mijn nieuwe online platform, magazine. Voor Kees heb ik inderdaad onderzocht hoe je jezelf op kunt laden met rust. En hoe je innerlijke rust kunt bekijken. Dus bij Kees zit er altijd een knipoog en is het nooit jezelf ongelooflijk serieus nemen. Dus ik heb inderdaad een cursus klankschalentherapie gedaan en ik ben gaan intuïtief schilderen. Maar dat intuïtief schilderen, dat was verschrikkelijk. Tenminste, de vrouw die het deed, die kon het heel goed. Maar ik kan absoluut niets wat te maken heeft met schilderen, tekenen. Het was ook een gedrocht van een schilderij wat ik heb gemaakt. Ik heb het ook daar laten hangen, want ik mocht het meenemen. Maar het was zo lelijk dat ik het daar heb gelaten. Dus ik kies voor de klankschalentherapie. Daar werd ik nog wel enigszins rustig van. Wat best knap is bij mij. Nou, ik hoef niet voor altijd knap te zijn. Ik bedoel, ik ben sowieso 9 van de 10 keer, als ik in de spiegel kijk, denk ik van, het kan ermee door. En soms heb je een hele lekkere, knappe dag. Voornamelijk als je dan goed in de make-up zit en je hebt goede kleding aan. Hè? Dat herken je allemaal wel. Maar ik zou me heel ongelukkig voelen als ik ineens bijvoorbeeld heel erg uit zou dijen, omdat het niet bij mij past. Als ik ben van mezelf nooit heel groot geweest. Dus dan zou ik me mezelf niet voelen. Dus dan ben ik liever altijd enigszins slank. Billen. Oh, gelukkig natuurlijk. Maar altijd gelukkig is ook niet reëel, hè? Want ik voel me ook wel eens een dag niet gelukkig. En ook dat is oké. Dan kies ik toch voor de wc schoonmaken, want bootcamp vind ik vreselijk. Ja, het is wel lang, maar ja, dan zet ik een lekker muziekje op. En het kost allemaal wat minder moeite dan zo'n bootcamp. Dat vind ik echt de hel. Oh, absolute eihallen. Veel leuker, leukere mensen, leuke gesprekken. Vintage shoppen in de eihallen. 100 keer leuker. Lastig dilemma. Allebei leuk en belangrijk, maar op dit moment is Kees natuurlijk mijn kind. Kees is iets wat ontstaan is door het... Doordat ik vond dat wij ons leven continu langs een soort perfectiemeetlat moeten leggen. En we maken dus dagelijks nieuwe content in de vorm van video's, redactionele stukken, columns. En altijd dat haakje omarm je imperfecties. Want het is zo bevrijdend dat je gewoon lekker jezelf kan zijn. Dat je niet het gevoel moet hebben dat je in de perfectie moet meelopen. En die zeepbel willen wij continu doorprikken met Kees. En ik hoop dat jij als lezer, kijker, je daarin zult herkennen.